Goedemiddag, hartelijk welkom bij dit webinar, deze online lezing met Floortje Tuinstra over het rampjaar. Mijn naam is Arjan Zegers, ik ben van Historizon. Wij organiseren deze lezing en in tijden als er geen pandemieën zijn, dan doen we ook dagtochten en reizen organiseren, altijd met historische thema's. Nou, deze lezing is een initiatief van het platform Rampjaarherdenking, dat in aanloop naar de herdenking van het rampjaar 1672 allerlei activiteiten organiseert. Om daar iets van te laten zien, hebben we een klein filmpje klaarstaan, wat ik u even ga laten zien. Het kan zijn, bij sommige browsers, dat we even op de afspeelknop moeten drukken, of het geluid even het dempen of heffen, maar dat ziet u dan vanzelf in beeld verschijnen. En na dat filmpje ben ik bij u terug. Nou, dan bent u helemaal in de sfeer van het rampjaar al gekomen, denk ik. Floortje Tuinstra is verbonden aan het Utrechts Archief. En daar hebben ze ook een tentoonstelling aan gewerkt over het rampjaar. En die gaat u meenemen in dat, wat ze aan gedaan hebben en het rampjaar zelf.
Floortje. Ja, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Leuk dat er ook HULA-vrijwilligers zijn, zoals ik zag. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Floortje Tuinstra. Ik heb in Leiden geschiedenis gestudeerd en ben daar afgestudeerd op de internationale betrekkingen in de 17e eeuw. Ondertussen werk ik alweer heel lang bij het Utrechtse Archief en hou ik me vooral bezig met het binnenhalen van overheidsarchieven uit de 20e eeuw. Maar als er eens een keer een gelegenheid is om onderzoek moet worden gedaan voor een tentoonstelling uit mijn specialisatieperiode, dan ben ik aan de beurt. En dan vind ik het heel leuk om onderzoek te doen en zo'n tentoonstelling voor te bereiden. En dat heb ik dit jaar gedaan. En een paar jaar geleden ook eentje over de Vrede van Utrecht. Eigenlijk het eind van die 40-jarige oorlog, waar ook al eerder Olaf van Nimwegen over heeft verteld. En wij hadden die tentoonstelling is precies een jaar geleden geopend. Op vrijdag de 13e december in 2019. En hier ziet u de stad Utrecht. De tentoonstelling gaat over de hele provincie Utrecht, de lotgevallen van de provincie. En hij was georganiseerd in het gebouw in de Hamburgerstraat in Hartje Utrecht. Daar hebben we vaker tentoonstelling. We hebben ook een vaste expo. En toen we begonnen met de voorbereidingen, toen drukte de afdeling publiek en presentatie mij op het hart. Het moet niet een gewoon logisch verhaal worden. Het moet ook niet alleen maar politiek en diplomatiek zijn. Het moet dicht bij de mensen staan en de mensen aanspreken. Want kijk, we hebben natuurlijk rampjaartijgers, maar niet alle Utrechters zijn rampjaartijgers. Dus het moet zo dicht mogelijk bij de mensen worden gebracht. En toen kwamen we eigenlijk al snel op het idee om dat op te hangen aan personages. En het eerste personage stond al vast. Dat was Margaretha Turner, kasteelvrouw van Amerongen, de vrouw van Godard Adriaan van Reden van Amerongen. Omdat we van haar een hele grote hoeveelheid brieven beheren. Namens kasteel Amerongen. En dat was een hele goede bron. En ook al een bekende bron, veel gebruikt. En toen dachten we, dat hebben we een kasteelvrouw van het platteland. We hebben ook mensen uit de stad, willen we aan het woord laten. Dat zijn een klopje geworden, een katholieke vrouw. Om het verhaal van de katholieken te vertellen. Want de katholieke godsdienst mocht weer beleden worden. We hebben een kind uit de stad. We hebben een boer die het verhaal van de gewone mensen op het platteland vertelt. Dan hebben we nog een soldaat, dat is de vijand. En we hebben de stadsomroeper en die praat alles aan elkaar. En om het dan nog levendiger te maken, kwamen we op het idee om dit door acteurs te laten vertolken. En we hadden een hele leuke samenwerking met de theatergroep Aluin. En ik leverde de bouwstenen aan en Erik Snel, de tekstschrijver, die maakte er prachtige verhalen van. En zo hadden we de eerste helft van, de eerste 3 maanden hadden we om de 2 weken een voorstelling in de tentoonstelling. De tentoonstelling was opgebouwd in hoekjes. Elk personage had zijn eigen hoekje, waar ook de originele lagen uitgestald en informatieborden waren. Maar ook echt een plek waar de toneelspeler kon zitten en in 10 minuten de belangrijkste gebeurtenissen kon vertellen. En omdat ze natuurlijk niet elke dag konden spelen, dat was niet te doen, hadden we voor als we er niet waren, op elk van hun plekken een zogenaamde geluidsdouche. En dan was het verhaal in 3 minuten in verkorte vorm ingesproken door ook de toneelspeler zelf. En dan kon je het verhaal gewoon zittend op het bed van het kind of op de stoep bij de boer het verhaal alsnog luisteren. Zoals overal sloeg de corona toe. Dus nog geen 3 maanden later, ook weer op vrijdag de 13e, kregen we het bericht dat we dicht moesten. En toen moesten we andere dingen verzinnen. En toen hebben we in eerste instantie korte filmpjes opgenomen met de toneelspelers. En later in augustus hebben we een hele podcast opgenomen, waarin de toneelspelers, in plaats van dat ze dus eigenlijk tot aan juni konden, toneel konden spelen, hebben ze
de teksten ingesproken in podcasts. En dat, daar hebben we dan nog weer de algemene informatie omheen verteld. En ik wou nu een van de filmpjes laten zien van Margaretha, die we in april hebben vertoond. En moet ik even kijken of ik op de goede druk. Ja, ik denk het wel. Nee, dit is het beeldverhaal. Wacht even. Ik weet wel. Ja, deze. Ja. Maar dit was even voor een idee. Hier zijn we weer terug bij de presentatie. Ik ben nu even mijn knopje kwijt waarmee ik hem door kan spelen. Ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Ja. We beginnen met het kind. Het kind van de schutter. En die zit in de stad. En in de stad Utrecht. En op het moment dat zijn vader vertrokken is naar Nijmegen om daar het staatsleger te helpen. Mensen die de het webinar met Ineke Huisman hebben gehoord een maand geleden. Zij had in het boek wat zij heeft uitgegeven is ook een brief waarin gesproken wordt van duizenden Hollandse boeren die naar het IJsselfront worden gestuurd. Dat was niet alleen uit Holland, maar ook uit andere provincies. Dus uit Utrecht werden er bij 1000 tot 2000 man, zowel van het platteland als uit de dorpen, uit de stad, opgetrommeld om naar het front te gaan. En dat waren dan geoefende schutters, maar ook minder geoefende burgerwachten, de sjouwers. Nou ja, iedereen die iets kon, die werd daarheen gestuurd om in het oosten de Fransen tegen te houden. En hij heeft een brief gekregen van zijn vader, of althans zijn moeder heeft een brief gekregen. En nu is het voor mij een beetje klein. Daar had ik niet op gerekend. Dus ik kan het nu zelf niet lezen. Ik doe even een bril op. U kunt het misschien beter lezen. En hij zegt... ze zijn donderdag om 5 uur in Nijmegen aangekomen. En ze zijn gebiljetteerd, dus ondergebracht op een aanzienlijke plaats. En hij heeft een voortreffelijke kamer. En het is allemaal in orde. En de rest, daar zou nog wel plaats zijn. Bij gelegenheid van tijd voor Johanna Boom, dus voor jou, mijn lieve vrouw. We hebben vrij eten en drinken daarbij, zonder iets te betalen. Dus hij ziet het eigenlijk wel zitten. En vol frisse moed gaan ze dus beginnen. Maar zoals we weten, dat loopt uiteindelijk toch niet goed af. Want de Fransen komen... lopen ze eigenlijk in feite gewoon voorbij. En uiteindelijk keren deze mannen wel weer terug. Hier zien we in Nijmegen. Nijmegen wordt ingenomen. Maar dat is eigenlijk al op het moment dat het hele officiële staatsleger al gevlucht is. En naar de stad Utrecht is geweest en daar weer is vertrokken. En op het moment dat die weg zijn, dan komen de huisvaders weer terug. En dit is een beetje een pijnlijk verhaal, want doordat al deze mannen weg waren, was de stad Utrecht onverdedigbaar. En was het dus heel moeilijk om te verdedigen. En omdat de staatse troepen niet zo'n hele goede reputatie hadden gekregen, omdat een onderdeel van het leger in Rhenen geplunderd had, had de stad Utrecht ook niet zo'n zin om toen de prins voor de stad lag, om die binnen te laten met die troepen. Ten meer omdat de enige manier
waarop de prins zag dat de stad verdedigd kon worden, was dat de buitenwijken afgebroken zouden moeten worden, bijvoorbeeld de bemuurde weert, waar juist heel veel van die houtschilden woonden en van die mensen van de burgerwacht. En ja, dat konden ze niet over hun hart verkrijgen. Dus ze lieten de prins de stad niet binnen. De prins wel, maar niet zijn soldaten. Wat ze wel hebben gedaan, ze is heel veel broden en kazen en eten gehaald. 'S Nachts maalden de molens overal door om brood te bakken. En de soldaten buiten van eten te voorzien, die daarna snel vertrokken om zich terug te trekken achter de waterlinie. En zo was Utrecht onverdedigd. Zo was het begin van de bezetting van Utrecht. Want al gauw was het Franse leger er en werd de stad bezet. Zoals u hier ziet, zo was een beetje tijdens de opening. En als het elke twee weken toneelvoorstellingen waren. En deze jongen die wijst, ja, terwijl mijn vader naar Nijmegen is, wil de prins hier de boel afwikken. Dus hoe moet dat nou? Een ander thema wat hij behandelt en wat hij vertelt, is dat hij heeft gezien dat alle rijke mensen de stad uit zijn gevlucht. Met medeneming van al hun spullen. En hij vertelt dan, dat hebben we uit een dagboek van regentenzoon Everard Boot. Dat kisten met zilver van een kar vallen en dat allerlei volksvrouwen zich erop storten. En de mensen proberen tegen te houden die op de vlucht slaan. Want iedereen die het kan betalen probeert nog een kar te huren of een boot om met zijn bezittingen naar Holland te komen. Uiteindelijk komt een deel met hangende pootjes terug. Want als de Fransen zijn gekomen, nemen die alle huizen waar de mensen vertrokken zijn in beslag. En ze bedreigen ook mensen die meubels voor anderen hebben opgeslagen. Ja, en dan moeten ze eieren voor hun geld kiezen. Raak ik alles kwijt of kom ik terug met... terwijl ik me dan toch moet onderwerpen aan het Franse juk. En zeker voor regenten, er waren ook een aantal regenten gevlucht. Die zaten helemaal met het dilemma, als ik terugkom, dan moet ik wel meewerken. Maar als ik wegblijf, verlies ik al mijn spullen en ja, kan ik helemaal niks voor mijn stad doen. Dus ze hadden wel een beetje het dilemma van de burgemeesters in oorlogstijd. Letterlijk natuurlijk. Even kijken. Ja. Hier ziet u een plaatje van Utrecht uit 1695, maar dat komt nog heel erg overeen uit 1672. Want er was toch geen geld na afloop van het rampjaar om nog veel stadsuitbreidingen te doen. U ziet onderin de eerste pogingen tot een stadsuitbreiding, een stadsuitleg die voor het rampjaar begonnen was. Dat had nog veel groter moeten worden, maar er was dus geen geld meer voor. Vandaar dat je deze kaart rustig voor 1672 kan gebruiken. Maar waarom ik hem laat zien is dat links, langs de Vecht, in het noorden, ik weet niet of u mijn pijltje kan zien, ik denk het niet. Ziet u zo'n voorstad. Dus en die was wel, die moest dan weg. Dus het zou moeten worden weggehaald en dat is niet gebeurd. En hier ziet u een plaatje. Daar heeft u links in beeld ook de voorstad, de bemuurde weert. En hier een plaatje van Rhenen, dat dus geplunderd werd door eigen soldaten. Weliswaar Spaanse soldaten, maar die waren wel van het staatsleger. En dat wilde men zich niet laten gebeuren. Het resultaat was wel dat Utrechters vervolgens door het leven gingen, althans bij de Hollanders, met de reputatie van sleuteldragers. Dat ze eigenlijk de Fransen op een fluwelen kussentje de sleutels hebben aangeboden. En daar op de dia helemaal aan het begin, ik ga toch maar even terug. Dan ziet u dat ook, heeft u rechtsonder in beeld, ziet u drie mannen in zwart. U ziet een man op een paard, dat moet natuurlijk Lodewijk XIV voorstellen, en daar bieden zij de sleutels aan. In werkelijkheid is dat niet letterlijk buiten gebeurd, dat is meer symbolisch.
De sleutels werden afgegeven op het stadhuis. Dus er meldden zich soldaten aan de poortenruiterij. Nog een klein groepje. Dus ik denk dat men ook dacht, oh nou, dat is wel te doen. Die kunnen we nog wel hebben. En vervolgens gingen die naar het stadhuis en vroegen daar de sleutels. Eisten daar de sleutels. En die kregen ze ook. Maar dus niet dat het buiten de stad letterlijk naar ze toe werd gebracht. Alleen dat kleine groepje ruiters werd veel groter. En vervolgens zat de stad vol met soldaten. En daar bleven er 1,5 jaar. Dus dat was een zwaar gelag, hard gelag voor de Utrechters. Hier is een plakkaat waarin de mensen worden opgeroepen om terug te keren. En iedereen die voor andere mensen spullen verborgen houdt, in de afwachting tot ze terugkeren, die kan een flinke boete verwachten. En wat we eigenlijk bij de tentoonstelling hebben gedaan, is we hebben zo'n soort decor om een sfeer te creëren met de acteurs. En we hebben originele brieven, dagboeken, stadsrekeningen, prenten, tekeningen. En we hebben ook een hele grote hoeveelheid plakaten, dus of officiële publicaties die ook groot zijn geprint en opgeprikt. En pamfletten met de sociale media uit die tijd, waarin men de openbare mening probeerde te beïnvloeden. Een volgende personage waar ik zelf, die ik zelf wel in mijn hart heb gesloten, is het klopje. Misschien weet u wat dat is. Een klopje is een katholieke vrouw die eigenlijk graag geestelijke zou willen zijn. Maar dat kan niet in de katholieke kerk in die tijd, als je niet in een nonnenklooster zat. Alleen in Nederland in die tijd waren er geen kloosters meer. Want ja, de reformatie was geweest, dus alle kloosters waren gesloten. En alleen als je heel rijk was, kon je naar een klooster in het buitenland. Als je dat al wou. Maar voor de gewone vrouwen was die mogelijkheid er niet. Toch maakt ze zich op heel veel manieren verdienstelijk voor de kerk. Als ze rijk waren door de kerk met geld te ondersteunen. Maar ook door de schuilkerken schoon te maken of mensen op te roepen om te komen naar de mis te komen. Want de reformatie was wel geweest, maar het katholicisme werd gedoogd. En men kon het beleiden. Maar alleen niet in het openbaar. En nou hoor je wel de verhalen dat het allemaal dat het allemaal zo intolerant was in de Republiek. En dat godsdienstvrijheid enzovoort. Maar dat was niet zo. Het werd wel flink moeilijk gemaakt. Dus regelmatig werden missen verstoord. Of ook op die klopjes, die wonen dan vaak ook samen. Dat leek dan wel bijna een klooster. Of bij een priester in huis. En regelmatig lees je dan in bijvoorbeeld de jaren 60 van de 17e eeuw dat ze ergens een kloppennest hebben ontdekt. Dus op de Oude Gracht. En een bekende plek is achter de Mariakerk bij de schuilkerk Sint-Gertrudis. Maar goed, toen kwamen de Fransen. En toen mocht de katholieke geloof weer wel beleden worden. En toen werd bepaald dat in elke stad één kerk katholiek gewijd werd. Dus de andere kerken, daar kon men protestantse diensten blijven houden. En hier ziet u een oorkonde met een toestemming van de kardinaal van Bouillon. Waarin wordt vastgesteld dat Abraham van Brienne, de katholieke priester in de stad, dat hij naar Rhenen mag gaan om daar de kerk te wijden. Uit andere stukken blijkt dat het alleen niet helemaal duidelijk is welke kerk, of het de Cunera-kerk is of een ander kerkje. En men is eigenlijk van mening, de meerderheid in de stad, dat het kleine kerkje zal zijn, want er zijn niet zoveel katholieken. Maar de katholieken vinden natuurlijk dat het de grote kerk zal moeten zijn. Zelf heb ik niet achterhaald welke kerk het uiteindelijk was. Ik denk dat het toch wel de Cunera-kerk zal zijn geweest. En verder, dan ga ik eventjes terug, was men daar heel erg op gebrand, zowel de Fransen als de plaatselijke stadsbestuur dat nog
ja, moest blijven zitten en eigenlijk de orders van de Fransen moest opvolgen. Om de vrede tussen de religies te bewaren. Dus niemand mocht een ander om zijn geloof ja, lastigvallen, uitschelden. Daar stonden straffen op. Dus er was een soort godsdienstvrede probeerde men te bewaren. In Utrecht werd de dom katholiek. En voordat dat kon gebeuren, moest er natuurlijk wel het een en ander wat ontwijd was, weer gewijd worden. Dus de kansel, de preekstoel, kreeg een flinke geeselbeurt vanwege alle ketterijen die daar al een eeuw vanaf werden geroepen. Het doopfonds werd vernield. En er werden natuurlijk allerlei andere dingen voor in de plaats gezet, namelijk allerlei Mariabeelden en andere heilige beelden. En er konden weer processies worden gehouden. Dit is een bekende prent van de processie waar ook heel veel klokjes aan deelnemen. Want die konden nu ook weer gewoon met z'n allen tegelijk over straat en laten zien wie ze waren. En hier staat dat het 22 augustus was. Dat was waarschijnlijk niet zo. Sacramentsdag was op 1 juni. En daar liep men door de stad en de vooraanstaande katholieke burgers, die hadden hun huizen versierd en altaartjes voor hun huis opgericht. En die konden dus, nou, dit hadden ze natuurlijk zich lang op verheugd. En dat kon weer. Wat ook weer kon, was reliquieën tevoorschijn halen en vereren en daar in de processie meenemen. En er is een pamflet met een hele lijst van reliquieën. En op het eerste gezicht denk je, oh, dat is een lijst met reliquieën. Maar als je dan beter kijkt, dan kan je je afvragen, is dit niet satirisch bedoeld? En ik weet niet of u het goed kan lezen. Ik heb gelukkig zelf een grote exemplaar naast mij. Linksboven staat een bosje hooi door de drie wijzen uit het oosten van het veevoeder overgehouden. Nummertje 30, een steel van Jozefs timmerbijl. Nummertje 31, niet weinig van Sint Ursels grote mantel, waaronder zij 11.000 maagden konden verbergen. Nou, dat klinkt een beetje vreemd, maar als je bedenkt dat de echte relieken die de katholieken in het echt hadden, dat bijvoorbeeld de bijl van Sint Maarten was, of de drinknap van Sint Odulfus, of het wurgkleed van de heilige Cunera, dan denk je, ja, dit zou wel een echte, als echt bedoelde reliek kunnen zijn. Maar als je dan het hele lijstje afgaat, dan kom je onderaan, nummertje 48, een waarachtige veder die de duivel uit de vleugel van de engel Michael heeft getrokken, als hij om het lichaam Mozes twisten. En als klap op de vuurpijl, de baard van de bok die Daniel in een gezicht met de ram zag strijden. Nou ja, en toen was het wel duidelijk. Ik dacht, nee, dit is satirisch bedoeld. Waarschijnlijk door een protestant om de katholieken een beetje voor gek te zetten. Maar goed, ze moesten dus samen de tijd doorkomen. En het stadsbestuur probeerde dus het evenwicht te bewaren. En een leuk voorbeeld vind ik altijd hoe ze dat met kerst deden. En ik denk dat een aantal van u dit mij misschien al eerder heeft horen vertellen, maar ik vind hem zelf heel erg leuk. En we gaan nu weer richting kerst, dus ik zal hem toch maar weer herhalen. Er waren in Europa in die tijd meerdere jaartellingen, of eigenlijk twee. In de katholieke wereld hadden ze al de nieuwe jaartelling, die wij nu ook hebben. En in een deel van de Republiek was dat ook al zo. In Holland bijvoorbeeld hadden ze hem ook. Maar in Utrecht hadden ze nog de oude Juliaanse jaartelling of kalender. En die liep 10 dagen achter. Dus als de katholieken al kerst hadden, hadden de protestanten dat nog niet. En Evard Boot, een van de belangrijke, de schrijver van het dagboek, dat een belangrijke bron voor ons is, die schrijft in zijn dagboek 16 december 1672. Naar de nieuwe stijl, welke de papisten
sedert het overgaan van de stad hebben. De tweede kerstdag, toen wilden de papisten vleeshouwers, dus de katholieke slagers, dat het vleeshuis gesloten zou zijn, zodat ze vrij hadden. Maar de gereformeerden, ter contrarie, die wilden dat het open zou zijn, zodat er grote twist daarom onder haar ontstond. Doch de vroedschap heeft orde gezonden dat men het zelf open zou laten. Dus dat was jammer voor de katholieke vleeshouwers, maar toch bleef het vleeshuis open, dus moesten toch werken. Maar 10 dagen later is hetzelfde verhaal. 25 december, zijnde korstdag na den oude stijl, hebben de papisten vleeshouwers verzocht dat het vleeshuis zouden open mogen blijven. Gelijk hetzelfde geweest was voor 10 dagen, toen het korstmis naar de nieuwe stijl was, het welk haar toegestaan is. Dus in beide gevallen blijft het vleeshuis gewoon open. Dus de koopman gaat voor de dominee. Nou, met het klopje waren we in de stad, met het kind waren we in de stad. En vervolgens gingen we naar de boer. En die zit buiten de stad. En de situatie op het platteland was tijdens de bezetting door de Fransen toch wel anders dan die in de stad. Want in de stad, waren de dingen vrij goed geregeld. Er werden hele hoge belastingen geheven, maar de soldaten gedroegen zich vrij goed. Zolang er maar betaald werd. Dus Lodewijk XIV onderhield zijn soldaten met het geld wat hij afperste van de steden. Maar dat betekende dat die steden dus intact werden gelaten en dat mensen niet werden geplunderd door die soldaten. Maar ja, er werden soldaten ingekwartierd. Het was allemaal heel vervelend, maar op zich gedroeg men zich zo netjes mogelijk en was het gereguleerd. Op het platteland was het anders. Daar gingen de soldaten regelmatig op rooftocht om voedsel bij elkaar te verzamelen. Soms tegen een hele lage betaling, maar soms ook niet. En regelmatig was men daar het slachtoffer van plunderingen. Met daarbovenop nog, als je in het westen van de provincie woonde, als boer, dat je last had van de waterlinie. Dus dan had je niet zozeer last van de vijand, je had last van je eigen mensen. Van je, zeg maar, friendly fire, daar kwam je in, alleen was het dan water. En dat is, vind ik, door Erik Snel heel goed vertolkt in de tekst die hij heeft gemaakt voor de boer. Die boer is echt helemaal wanhopig. Ja, want zijn land gaat eraan. Dat is natuurlijk niet meer bruikbaar. Het staat onder water. Hij kan niks meer. Zijn bestaan gaat eraan. Terwijl, ja, misschien voor de landsverdediging, maar hij heeft er niks aan. Want het verdedigt Holland, maar zijn land ligt onder water. En de toneelspeler die speelde dat toen zo goed. Ja, dat het je eigenlijk door merg en been ging. En er waren ook wel bij een rondleiding mensen die zelf nog de inundaties tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in de vechtstreek. En die zeiden, ja, dat zo was het wel. En toen we met die tekst bezig waren om te schrijven, toen had ik zelf heel erg het idee, op dat moment had je de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen, dat ik dacht, ja, als je die milieuvervuiling vervangt door Fransen en je vervangt de stikstofmaatregelen door de waterlinie van Zon, ja, dan is het wel vergelijkbaar. Dus wat goed is voor het algemeen belang, is dat niet altijd voor het individu die er last van heeft. En ondertussen zijn we weer een jaar verder en dan kan je denken aan de coronamaatregelen en mensen uit de horeca. Dus dan, ja, dan komt het wel dichtbij. Ik denk, ja, dat is toch wel herkenbaar. De waterlinie lag natuurlijk ten westen van Utrecht, maar ook ten zuiden. Hier zien we een kaart. Dit is bij Sluis in, bij Ameide in de Vijf Herenlanden. Vroeger onderdeel van Zuid-Holland en een stuk deels Gelderland, maar nu behorend bij Utrecht. En daar ziet u in het midden 5 molens staan. En die werden, die maalden in principe normaal gesproken de polders droog. Maar in, ten behoeve van de waterlinie, juist maalden ze de polders vol. Alleen de Fransen die zijn er op een gegeven moment op afgegaan en hebben de molens afgebroken, vernield.
en vervolgens de stad Ameide en Sluis in brand gestoken. En verder werd er dus op het platteland geplunderd. U ziet hier het kasteel Jaarsveld. Dat is vernield en u ziet daar in het midden een paar mensen met koeien. En linksboven ziet u Waverveen, een dorpje, wat ook niet ontsnapte aan plunderingen. En Everard Boot schrijft in zijn dagboek daarover dat op een gegeven moment de ruiterij, die was gelegen tussen Eemnes, Soest en Baarn, een enorme ravage achterlaat. Is de ruiterij opgebroken uit de dorpen van Eemnes, Soest, Baarn, Eembrug en de daaromtrent? De bovengenoemde dorpen en de contreien zijn zodanig geruïneerd dat nog mens, nog beest, ook een enig boekweit, rogge of havergarf meer te vinden is. Ik laat staan enig hooi. Alle boerenwagens, karren, paarden, koeien en schapen die zij hebben kunnen bekomen, hebben zij geroofd en meegenomen. En de ploegen, eggen, melkvaten en atterboerengereedschap niet alleen, maar ook alle staakkettingen, dus van de koeien, planken van de schaapskooien, schuren, bergen, dus meestal de hooiberg, achterhuizen en de alles wat droog hout was verbrand en vernield. Ook zelfs veel huizen, vensters en deuren, glazen en de lood afgenomen. En dat was dus bij Baarn. Maar in Amerongen, Neerlangbroek en Doorn was het ook bal. Nergens boer nog beest hebben vernomen. En er bevonden alle huizen, deuren, vensters en kassen open. En de meest aan stukken. Zodat ons sticht van een paradijs in de woestijnen is veranderd. God betert. Dus dat was niet best. En dit was de ruiterij. Die zat in de stad Utrecht. Was er aanvankelijk ook al een ruiterij ondergebracht. En die zaten voornamelijk in de buitenwijken. Waar ze de boel niet netjes hebben achtergelaten. Ik heb hier een aantal briefjes in het archief van het stadsbestuur gevonden. En dat is nog uit de tijd dat ze het idee hadden dat ze de schade die was aangericht nog wel zouden kunnen declareren bij de koning van Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd. Maar mensen hebben wel declaratiebriefjes ingeleverd bij het stadsbestuur. Die zeiden, nou, misschien kunnen we er wat mee bij de koning. Maar dat gebeurde natuurlijk niet. Maar het zijn wel interessante briefjes. En die lees ik ook even voor. Ik moet even, omdat ik voor mij het beeld te klein is, heb ik er wat grotere printjes bij. De bovenste, die heb ik niet daarnaast vertaald, dus die lees ik even voor. Voor het beschadigen en andere dingen vernield aan de bleek, dus de bleek waar je kleren bleekt, of lakens, en het verbranden van hout en turf. Schade aan peert en wagen. En aan verzuim dat ik mijn werk niet heb kunnen doen. Wel 300 gulden. Jacobus van Zijl, bleker. Dus met dat paard en wagen moest hij natuurlijk het te bleken goed ophalen bij de mensen en weer terugbrengen. En zonder kon dat niet. Dat was het briefje linksboven. Dan hebben we een briefje linksonder. Michiel Gerrits Kool heeft twee huizen staan buiten de Katerijnenpoort. Daar enige deuren af zijn gehaald, de stal geruïneerd, een gedeelte van de zolder afgebroken, een gedeelte van de lode goot afgenomen, een schuur en een hooiberg geruïneerd en een leme huisje ook afgebroken. En het gehele huis heeft hij moeten verlaten omdat hij geen schulden meer, omdat vanwege de schulden die hij had. En nog het huis naast de arend heeft hij ook moeten verlaten en een ander moeten huren. En dan hebben we nog een ander briefje rechtsboven. Schout Scheuderoort, ik maak aan u bekend de schade die aan mij geschied is. Vanwege die 5 morgen land die ik in huur heb van de Abraham Doliehof. 4 morgen. Daarbinnen 5 koeien afgehaald die ik waardeer op 200 gulden.
En één morgen die ik heb laten bezaaien met arritten. En ik dacht, arritten, wat zijn dat? Nou, dat zijn erwten. Met erwten. En die waardeer ik op 50 gulden. Johannes Bakker. En dan hebben we er nog één. Schade die ik, Gerrit Jans Peek, geleden heb van de Fransen. Door het afbreken en verbranden van mijn huis. En de bakhuis en de schuur en bergen. En schapen en varkens. En het varkenshok afgebroken. En van tuinen en bomen en boomvruchten. 3600 gulden. 12 morgen wijd. Dat is tarwe. 9 morgen erwitten. Ook erwten. En voor het meenemen van koeien, schapen en varkens. Wagens en ploegen. 300 gulden. Dus dat zijn flinke bedragen. En dit is dus van mensen die het vrij goed hadden eigenlijk. Want ze hadden best wel veel bezitting. Maar die waren dus vervolgens weg. Dus zij vervielen ook in armoede. En deze schadebriefjes zijn ook te zien. We hebben, als straks de tentoonstelling afgelopen is, 3 januari is de laatste dag, dan is er nog één onderdeel wat blijft staan en dat is de koetsrit. Met de Vrede van Utrecht hadden we ook een koetsrit en hier is een extra koetsrit gemaakt. Namelijk de penningmeester van de staat van Utrecht maakt eigenlijk een soort rondtocht door de provincie op 1 augustus 1674 om te kijken wat er nog aan schade is. En of er nog enige belasting te heffen is voor de opbouw van de provincie. En dan, nou ja, dan rijd je virtueel in de koets langs allerlei plekken met schade. En daar zijn deze briefjes ook een onderdeel van. We blijven een beetje op het platteland, maar we gaan nu naar Margaretha Turner. En zij was dus kasteelvrouw en ze schreef veel met haar man, Godert Adriaan van Reli van Amerongen, die diplomaat was in Berlijn. Of niet in Berlijn, maar ja, een groot deel van de periode voorafgaand aan de rampje was in Berlijn. Om troepen te werven, hulptroepen bij de keurvorst van Brandenburg. En zij schreven heel veel, ze hebben heel veel brieven met elkaar uitgewisseld. En daar hebben wij een project van gehad. Om de brieven die Margaretha en haar man met elkaar uitgewisseld hebben, om die met transcribus leesbaar te maken. Dus dat is met behulp van kunstmatige intelligentie zorg je dat de computer brieven kan vertalen. En daar hebben we met onze vrijwilligers vorig jaar heel hard aan gewerkt. We hebben van Margaretha ongeveer 1000 brieven. Daarvan hebben we er met z'n allen 100 zelf getranscribeerd, die gevoerd aan de computer. En daarna kon hij de volgende 800 brieven zelf vertalen. En dan moesten we daarna nog wel even checken. Maar dat is heel goed gegaan. En ondertussen gaan die ontwikkelingen heel snel. Ik geloof dat een maand geleden Inke Huisman daar ook het een en ander over heeft verteld. Maar die computers leren dus heel snel. Dus hoe meer content erin zit, hoe beter handschriften ze gaan lezen. En dit handschrift van Margaretha is nog vrij goed te doen. Maar ze kunnen ook steeds moeilijkere handschriften worden leesbaar. En hiervan laat ik in het kort een heel kort filmpje zien waarin wordt uitgelegd hoe transcribus werkt.
Ja, dat was in het kort hoe Transcribus werkt. En we hebben in de tentoonstelling het een en ander gedaan om te kijken ja, wat je er, als je dat eenmaal kan, om daar, of je er leuke grapjes mee kan uithalen. En een van de dingen die we hebben gedaan is een WhatsApp-spel in de tentoonstelling. Dus je kon dan vragen stellen aan Margaretha. In het groen, een beetje in de opmaak van WhatsApp. En dan kreeg je antwoord. Nou waren het een beetje voorgekookte vragen. Dus je moest dan bepaalde vragen kiezen die je interessant vond. En dan kreeg je een antwoord. En dan deden we een stukje uit de brief. Vervolgens de transcriptie. En daarna een hertaling. En er was ook een onderdeel waarbij je zelf kon kijken of je zelf iets kon transcriberen. Met behulp van het programma Wat staat daar? En er was ook een quiz waarbij je kon raden wat woorden uit haar brieven betekenden. En het interessante van die brieven van Margaretha is dat ze dus eigenlijk over alle onderwerpen schrijft die je maar kan bedenken. Of het van huiselijke onderwerpen is, of over internationale politiek, of over wat er gebeurt in de omgeving, hoe er bijvoorbeeld een aanrommel voor staat. En een belangrijk onderdeel was natuurlijk over wat ze nou moesten doen met hun kasteel. Want zij hoorden tot degene die waar de Fransen van dreigden het kasteel af te breken. En maar Margarethe heeft heel veel werk gedaan om geld bij elkaar te krijgen om het af te kopen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En men zei ook later tegen haar, ja, zelfs al had je genoeg betaald, we hadden toch dat kasteel in de fik gestoken. Want dat jouw man troepen gaat werven in Brandenburg en de curvers van Brandenburg tegen ons opzet, ja, dat is natuurlijk onvergeeflijk. Het kasteel is in 1673 inderdaad in de fik gestoken, zoals nou nog tientallen andere kastelen in de provincie ook. Maar in de jaren 80 weer helemaal in de jaren 70 al en uiteindelijk in de jaren 80 weer helemaal in gebruik, nieuw opgebouwd. Dat ziet u links onder, rechts onder op het plaatje, het kasteel later. Dus je hebt kasteel voor en kasteel na. En omdat Goda het Adriaan zoveel op reis was, heeft Margaretha dat eigenlijk allemaal. Ja, zij was eigenlijk de bouwmeester. Zij heeft dat allemaal geregeld. Ik zie dat de tijd heel erg vooruit snelt. Dus ik ga even door. Hier hebben we de soldaat. En een aantal van de dingen die de soldaat aangaan, heb ik al verteld. Want hij vertelt het verhaal van de waterlinie eigenlijk nog een keer, maar dan uit het perspectief van als jij als soldaat daarmee te maken hebt. En het thema bij hem is ook dat die soldaten die in dienst zijn niet per se anti-Nederlands zijn of anti-protestant of iets dergelijks, maar dat ze overal vandaan komen. Dus zowel het staatsleger als het leger van de Fransen bestond uit Engelse, Spanjaarden, heel veel Zwitsers, Ieren. En je was trouw aan je legercommandant, maar niet per se aan een land of zo. Dus als huurling vocht je de ene keer voor de ene koning en de volgende keer voor een andere koning. En nou hadden de Zwitsers daar soms wel moeite mee, althans de mensen thuis, dat hun jongens voor een katholieke koning tegen een protestantse medeland moesten vechten. Maar daar is toen een geschriftje over verschenen van ja, die Nederlanders, zulke goede protestanten zijn dat niet hoor. Want het zijn Socianen, Arminianen, doopsgezinden. Dat zijn helemaal geen goede protestanten. Dat zijn eigenlijk het enige god die ze echt aanbidden, dat is de mammon. Het gaat hen alleen maar om het geld. En die soldaten werden overal ondergebracht. Ik had al verteld, ze werden ingekwartierd. Ze werden ook op de garnizoensplaatsen ondergebracht in de kastelen. In de garnizoensvestingen, dus al in Woerden, in de vesting Woerden. In het begin kampeerden ze op de muren van de stad. En later bij de mensen thuis. En ook in tentenkampen. Hier ziet u een plaatje van het tentenkamp. Niet van het Franse leger, maar van het staatsleger. Vlakbij Bergen op Zoom, geloof ik. En om de inkwartiering een beetje goed te laten verlopen, werden er regelmatig plakaten aangeplakt om te zeggen waar iedereen zich aan moest houden. Dus dat soldaten niet te veel bedden
in beslag moesten nemen, dat ze zich tevreden moesten stellen met een bepaald rantsoen, dat ze niet mochten eisen dat de deur de hele nacht open bleef. Maar er zijn verschillende klachten overgekomen en het feit dat deze plakaten steeds weer opnieuw moesten worden opgehangen, wijst er wel op dat dat ja, toch altijd een struggle was om de orde te handhaven. En het een beetje draaglijk te houden voor de inwoners. De officieren werden ondergebracht bij de rijkere inwoners. Die kregen daar een ongewenste logé. Uit het dagboek van Everhard Boot blijkt dat het voor de logé zelf ook niet zo'n succes was soms. Want jij moest ook maar zien waar je onder werd gebracht. En niet iedereen was in de gelegenheid om te zeggen dat hij in een betere woning moest. De hertog van Luxemburg zat in Paushuizen. Er zat ook een majoor aan de drift bij de familie van Bentham ingekwartierd, waar hij dan net de kamer kreeg enzovoort. Maar de huisgenoten klagen hiervan: ik ben nog nooit in een huis ingekwartierd geweest waar zoveel gekken bij elkaar zaten. En dat is een neef van de dagboekschrijver. En de dagboekschrijver heeft dus ook af en toe een verhaal over die familie. Daar zijn altijd moeilijkheden mee. Deze sla ik even over, want het is 52, zie ik. En ik wou u eigenlijk nog gelegenheid geven om vragen te stellen. Dat had ik aan het begin even willen zeggen, zodat u kon nadenken onderweg. Maar ik ben benieuwd of er vragen zijn. En die kunt u via de chat stellen, hè Arjan? Ja, dat klopt. Mocht iemand een vraag hebben, stel deze gerust in het chatvenster. Fantastisch. Bedankt alvast in ieder geval voor dit verhaal, want fantastisch om te zien ook. Dat zagen we met Ineke Huisman, maar dit verhaal eigenlijk weer. Hoe tegenwoordig zo archieven eigenlijk zo ontsloten worden, dat het voor een groot publiek toegankelijk wordt. En leuk om daar ook in te grasduinen. Dus voor jullie denk ik, maar ook voor het publiek. Zo op deze manier. Ja. Want die brieven van Margrethe Turner, die noemde ze al van in de chat zag staan dat ze ook wat Luc Pannhuizen boek Rampjaar is geloof ik ook op die brieven gebaseerd. Ja, helemaal. Ja, ja. Ze zijn die ook online in te zien? Ja, die zijn online in te zien. Even kijken, ga ik even terug naar mijn presentatie. Dat heb ik net overgeslagen omdat ik al zag dat er tijdnood kwam. Hier is het een beetje te zien. Wij hebben de archieven zijn toegankelijk via het inventarisprogramma MyFlexis. En op het moment dat je die inventaris opent, kan je de brieven aanklikken. En dan krijg je deze scans te zien. Maar je kan ook zoeken op een woord uit de brief. Hier heb ik wijk gekozen, wijk van Wijk bij Huurstede. En dan vind je dus alle brieven waar het woord wijk in voorkomt. En dan is het ook geel gemarkeerd. Dus je ziet ook meteen welke brief het is. Dus het is de brief zeg maar, in het midden van het rijtje links. En dan zie je hem rechts meer vergroot met dan dus de transcriptie daarnaast. Wat bij ons, zoals wij het hebben toegepast, nog even lastig is, is dat je wel moet... Je moet letterlijk zoeken met het woord zoals Margarethe het heeft geschreven. Dus als je wijk bij Duurstede zoekt, vind je het niet met wijk met een K, maar moet je wijk met CK intypen. En dat moet je wel even weten. Transcribus heeft een voorziening dat je dat kan laten standaardiseren. Dus als je wijk met CK invult, dat hij dan ook wijk geeft. Maar dan moet je dan zelf wel invullen. Dus je moet hem die standaarden dan wel meegeven. Ja, dank. Nou, we zullen sowieso deze website ook even meesturen in de e-mail zometeen, dat mensen nog even kunnen kijken. En inderdaad, dat geldt ook altijd dat je met zoektermen verschillende varianten moet proberen. Want dat was vroeger, begreep ik, ook niet anders. Het was ook geen standaard hoe je dat schreef. Nee. Margaretha is zelf van Engelse afkomst. En dat zie je af en toe. Dus ze heeft soms helemaal haar eigen woorden. En ze schrijft een beetje fonetisch. Ja, dus dat kan even een puzzeltje zijn. Maar als je andere projecten met transcribers ziet, dan is het vaak wel al toegepast dat je dat je dat dus helemaal niet zelf hoeft te bedenken, maar dat de computer dat voor je doet. Maar wij waren een jaar geleden mee begonnen en anderen zijn net iets later en dan heb je het
voordeel van dat je later begint. Ja. Ik zie even een vraag zitten in de chat van Marijke Hedders. Dat ging over die briefjes, die schadebriefjes die je liet zien. Ja. Is er uiteindelijk nog wel een soort schadevergoeding van gekomen? Of hebben ze gewoon naar hun centen moeten fluiten? Nee, ze hebben naar hun centen moeten fluiten wat dat betreft. Even kijken hoor. Ja, nee. Die schadebriefjes, die zijn... nee, dat is niet... betaald. Nee, nee. Wat wel is betaald is... er zijn op het eind van de oorlog heel veel gijzelaars meegenomen. Want de Fransen hebben aan het eind nog 500.000 extra geld afgeperst. En om zeker te zijn dat ze het kregen, hadden ze 20 gijzelaars meegenomen. En die hebben ze 4 maanden lang opgesloten op een burcht in Duitsland. En daar kwam met kerst nog een smeekbrief. Jongens, betaal alsjeblieft, want anders komen die mensen niet meer terug. En dat waren de dominee en de oud-burgemeester en de arts en advocaat. En die hebben zelf heel veel betaald. Maar er werd op een gegeven moment gezegd, al het geld wat u nu leent aan ons om die mensen vrij te kopen, dat krijgt u terug. En die lening heeft het stadsbestuur dan wel terugvergoed aan mensen die meebetaald hebben om die gijzelaars terug te krijgen. Dus in feite werd dat wel omgeslagen. Maar uiteindelijk werd dat natuurlijk via de belasting dan weer bij de mensen zelf gehaald. Dus dat werd wel vergoed, maar die schadebriefjes niet. En ik zie een vraag. Er was sprake van een dolenklooster bij de schadebriefjes. Was dat overgenomen door de overheid of zo? Ja. Ja. Dus het Abraham dolenklooster is, daar hebben we ook een archief van. En er zijn heel veel oude kloosters in Utrecht en gasthuizen die later... Ja, hetzij van een stichting werden, hetzij van de overheid. Maar dat was dan niet meer katholiek. Het heette nog wel klooster, maar het was niet meer katholiek. Oké. Ik zag in het later staan dat ik die vraag ook iets verkeerd vertaald had. Maar dat was de bedoeling, maar het ging over het klooster. Maar dat heb ik nu dus net goed beantwoord. Ja, even kijken. Er is in het archief van Abraham een verklaring van de schoot, de heer Quint, over het in brand steken van het huis. En wat de herbouw wel zou kosten. Ja, ja. Er zit een... dat klopt, ja. En er zit ook hele, van alles terug te vinden over de tekeningen en hoe ze het hebben herbouwd en wat alle plannen waren. Dus dat is inderdaad een hele mooie bron. De klopjes heten klopjes bij de... Ja, dat is... Ja, maar dat is... de klopjes heten klopjes omdat ze bij de katholieken gingen aankloppen met mededeling dat er ergens een mis werden gehouden of iets dergelijks. Dat is een oude verklaring. Ik denk dat het wel klopt, maar een andere verklaring is dat Jezus aangeklopt heeft aan hun hart. En dat is wat de laatste opvatting is. Maar ja, het is beide een mooie verklaring. Ja. Ja. Dank. Ik zie nog een vraag naar het van Rolton Kleij. Of, waarom is er voor gekozen met de brief van Margaretha om een W door 2 U's te transcriberen? Heeft dat te maken met de leesbaarheid van de computer? Dat weet ik niet, want ik ben zelf niet echt bij het technische onderdeel betrokken geweest. Of bij wat de keuzes daarbij waren. Ik weet wel dat er een lijstje van is gemaakt. Het zou kunnen zijn dat we dat altijd doen bij transcripties. Want de vraag, ik zie de vraag niet staan. Waar staat die vraag? Er is voor gekozen om een W, 2 U's. Nee, ik zie hem zelf niet staan, maar nee, dat weet ik niet precies. Dat, als u het heel graag wil weten, dat mijn collega Joyce Pennings, die heeft dit helemaal georganiseerd. En die weet ook wat transcriptiesregels zijn en waarom. En het is lang geleden was het zo dat de U eigenlijk niet bestond en dat er dan een V werd gebruikt. Maar dat is natuurlijk in de handschrift is een W en het kan gewoon een W zijn, dus... dat weet ik niet precies. En hier wordt nog een opmerking gemaakt dat Margaretha Turner niet van Engelse origine is. Nou, haar vader of haar moeder, dus ze is niet zelf Engels, maar haar vader of haar moeder, ik denk haar vader, was oorspronkelijk een Engelse kapitein of een kapitein van Engelse oorsprong. Dat is wat ik onthouden heb. Dus echt Engels was ze niet. Nee, nee, ze was het. Maar ze had wel Engels bloed. Kijk. Oké, hartelijk dank. Ik zie geen verdere vragen.
Dus dan is mijn voorstel om het hierbij af te gaan sluiten. Hartelijk dank voor je verhaal. En ja, dus tot begin januari kunnen wij nog de tentoonstelling bezoeken? Ja, het is nog tot 3 januari. En iets langer nog de koetsrit. En er zijn ook podcasts opgenomen en die zijn via onze website ook te beluisteren. Ja. Nou, dat ga ik opnemen in de afsluitende e-mail. En dan kunnen mensen er nog even op terugkijken. Net als dat filmpje wat je ook een klein stukje van liet zien. Daar zal ik allemaal even verwijzingen naar opnemen. Ja, bedankt. En nou, leuk dat er nog vragen waren. Dat is altijd iets interactiefs. Is altijd leuk bij zo'n bijeenkomst. Precies. Dankjewel, Floortje. En u bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Volgende keer, bedankt en tot ziens.